En tijdens het lockdown weekend hebben vrijwilligers van het district Kommewijnen wederom getracht het ontwateringsprobleem aan de Van het Hogerhuisstraat tussen de Rotonde en de Nieuwe Haven op te lossen. De vrijwilligers kregen ondersteuning van districtscommissaris Rajab Mohamed Safiq van het district. Het ontwateringsprobleem van deze wegstrekking kan niet binnen korte tijd worden opgelost, zegt minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken. Hij gaf verder aan dat het ministerie op de hoogte is van het probleem en ook weet hoe dat komt. De riolering van die wegstrekking is namelijk op een aantal plaatsen verstopt met zand. DC Mohamed Safiq gaf aan dat hij weet dat het ministerie geen kalkenzuiger heeft om het probleem op te lossen. Echter kan het ministerie in het vervolg proberen om het zand op het wegdek op te ruimen. Nou, als je vandaag schoon hebt gemaakt, dan denk ik dat die straatbezem ook een van de oplossingen is om die bermen hier, die fietspad en de bromfietspad schoon te vegen. En een andere oplossing is, we hebben zoveel ambtenaren op openbare werken. Laat ze met een bezem komen bezemen, zodat het zand niet meer terug gaat in die afwatering. Dat zal belemmerend zijn voor ons straks nadat we schoon hebben gemaakt. Ik bedoel van, je gaat dit niet schoonmaken en binnen een min van tijd is het weer dichtgeklipt. Kan niet. Er is veel zand. Als je zo ziet, als je die film maakt, het berm is helemaal, je ziet die tegels niet eens. Dus die straatsbezem moet in stelling gebracht worden en de arbeiders die binnen zijn gekomen, er is zoveel, laat ze met een bezem gaan vegen. Dat zie ik als enige oplossing. De rioleringen zijn smal en je kan ook niet veel doen, gaf een enkel van de vrijwilligers aan. We hebben kruiwagens vol zand uit de putten moeten halen en vervolgens geprobeerd met water het zand uit te zuigen. De burgervader stelt de hulp van de vrijwilligers van Kommewijnen op prijs en hoopt dat andere mensen uit Paramaribo het voorbeeld zullen overnemen. Dus ik heb dan een particulier door tussenkomst van een buurtbewoner van Meerzorg gevraagd om eentje te zoeken. En vandaag zijn we zover. We proberen zelf eigenlijk hier schoon te maken, die putten schoon te krijgen, zodat het water vrij toeloop kan plaatsvinden naar een verdere afwatering. Ik hoop dat wat ik hier vandaag doe, ook verder voorgezet zal worden door de minister, desnoods met particulier initiatief. Maar we moeten nu buiten komen dan alleen op kantoor zitten. We moeten nu gaan werken. Districtscommissaris Rajab Mohamed Safiq van het district Kommewijnen heeft in het afgelopen weekend wederom geprobeerd het ontwateringsprobleem van de Van het Hogerhuisstraat te verhelpen. Het is het tweede weekend achtereenvolgend dat zij bezig waren te werken aan een oplossing van het probleem.